Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. TV-schermen tijdens het EK moeten blijven. Ja, als het aan het ministerie van Veiligheid ligt, komt er een einde aan het volgen van het EK op grote buitenschermen. Alle gemeenten in Nederland zijn opgeroepen om strenger te worden op het toestand van tv-schermen in de buitenlucht. Ik zeg, laat het EK voetbal ook buiten een feestje zijn en geniet. Bel WNL. 0800 1121. Inmiddels heeft ook Sigaarsnor ons geretweet. Dat vind ik leuk, want die heeft nogal een boel volgers. Die zegt het ook, dus hou op met dat betuttelen. TV-schermen tijdens het EK moeten gewoon blijven. Aan de lijn nu Hans Kraaij junior, voetbalkenner van het Nederlands elftal en meer dan dat. Hans, goedenavond. Goedenavond. Hans, de betutteling is echt begonnen, hè? Ja, ik moet je zeggen, Sigaarsnor heeft het vaak bij het goede eind. Ja, ik helaas moet ik het volledig eens zijn met... met de snor? Ja, met de snor. Helaas moet ik het eens zijn met de man met snor. Ja, joh, laat die mensen lekker staan. Laat ze lekker naar die schermen kijken. Laat er een paar veldwachters op oplossen, want meer heb je er niet bij nodig. 3 veldwachters, een groot scherm en gun al die geweldige nationalistische supporters hun zin. Sigaarsnor, ik sta helemaal achter. Je staat erachter. Hans Kraaij junior hoort u. Dank je wel, Hans, voor je mening. Het is nog steeds zaak om te bellen, want u moet ons steunen. U kunt Hans Kraaij steunen, junior. U kunt ook de Sigaarsnor steunen. 0800 1121 tv-schermen tijdens het EK. Die moeten blijven. René twittert, Avondspits, Sigaarsnor. Voor welk probleem is het verbod een oplossing? Ja, exact. Ik begrijp het ook niet.